Het hoofdkantoor van NRC Handelsblad gaat weg uit Rotterdam. De krant wil naar het centrum van Den Haag. De NRC is nu nog gevestigd aan de Martin Meesweg in de Rotterdamse Alexanderpolder. U hoort hoofdredacteur Peter van der Meers. In principe gaan we naar Den Haag tenzij het daarop nog zou mislopen. Maar ik ga ervan uit dat het niet meer zal mislopen. En dat we dus binnen afzienbare tijd, en dan spreek ik over eind 2012, naar Den Haag zullen verhuizen. De Rotterdamse wethouder Schreier wachtte onderhandelingen tussen Den Haag en de NRC af. Maar NRC heeft gevraagd om de komende weken de voorstellen met Den Haag verder uit te werken. En als ze daar niet uitkomen, ja, dan zijn we uiteraard bereid om weer door te praten over de terugval richting Rotterdam Centraal. Een onfortuinlijke automobilist krijgt vandaag een bosje bloemen van waterbedrijf Evides. De man zag zijn voertuig woensdag kopje ondergaan nadat een parkeerplaats aan de Nieuwpoortweg in Schiedam door een leidingbreuk onder water was gelopen. De meeste auto's konden, nadat het water was gezakt, gewoon wegrijden. Maar zijn wagen liep door de overstroming vermoedelijk schade op aan de motor. De tekst Jezus redt mag toch op het dak van de boerderij van Joop van Ooyen in Gieselande blijven staan. De evangelist moet de tekst wel kleiner maken. De gemeente heeft Van Ooyen 2 weken de tijd gegeven om met een voorstel te komen. Dordrecht heeft de afgelopen 3 jaar meer toeristen getrokken. Het onderzoekscentrum Drechtsteden becijferde dat ondanks de economische crisis het aantal bezoekers is opgelopen van 666.000 naar 750.000. De Kerstmarkt en Dordt in Stoom zijn de grootste publiekstrekkers.